Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. De gast Erwin van der Vlist. Erwin, je bent van Speak App. Dat klopt. En als wij een beetje het internet langs surfen, dan zien we omschrijvingen als de Facebook voor bedrijven. Is dat ook hoe jij het op feesten en partijen vertelt? Dat is wel de meest korte omschrijving, ja. Ja, klopt dat ook? Ja, absoluut. Wij zien dat het een sociaal platform binnen de organisatie met de kracht van Facebook, het gemak van Facebook, dat heel erg goed werkt. En dat is Speak App in het kort, ja. De langere variant die is natuurlijk uitgebreider. Nou, we hebben eventjes, dus vertel hem. Ja, wij ontwikkelen een sociaal platform waar collega's onder elkaar communicatie kunnen hebben met elkaar. Ze kunnen informatie delen, documenten vinden, maar bijvoorbeeld ook een rooster bekijken. En het is heel erg makkelijk voor de organisatie om met één druk op de knop bijvoorbeeld iedereen te bereiken. Of een doelgroep. Laten we zeggen binnen een supermarkt alle cashiers of alle vakvullers. Of binnen een grote uitzender alle mensen die verbonden zijn met projectmanagement. Met één druk op de knop komt er een pushmelding op de telefoon en men kan gelijk het nieuwsitem bekijken. Ken je dat vieze woord intranet nog? Ja, absoluut. E-mailgroepen? E-mail, ja, klopt. Is dat wat jullie oplossen? Wij proberen dat wel deels op te lossen, ja. Het verschilt wel per organisatie. Sommige organisaties hebben geen intranet, wat kleinere organisaties, zeg maar. En die zien gelijk deze stap naar een sociaal platform als Speak App. En die slaan eigenlijk dat intranetstuk over. Maar er zijn ook heel veel organisaties die dat bijvoorbeeld intranet willen vervangen. Of als dat nog een stap te ver is, dat we bijvoorbeeld het pluggen op het intranet en wij eigenlijk de mobiele ontsluiting worden voor die medewerker. Hey, waarom ben je het gaan doen? Waarom ik dit ben gaan doen? Het gaat terug naar 2007. Mijn partner Patrick van der Meijl en ik werkten allebei in de supermarkt. En wij werkten daar als teamleiders. En we liepen daar tegen het probleem aan dat het heel erg lastig is om met parttimers, die vaak onderweg zijn of sport, school, hobby, heel erg lastig is om met hen te communiceren. Om hen ook te verbinden aan de organisatie als er iets speelt. Of bijvoorbeeld ook periodiek in de vorm van nieuwsitems. Dat losten we dan op met bijvoorbeeld prikborden, postvakjes, maar ook door mensen op te gaan bellen. Of in toen de tijd sms'jes te sturen, want WhatsApp was er toen bijvoorbeeld nog niet. En wij dachten toen, ja, hoe mooi zou het zijn als je een platform hebt waar die medewerkers op kunnen inloggen, met elkaar kunnen communiceren in een afgesloten omgeving, ook hun rooster kunnen bekijken. En dan eigenlijk heel snel altijd op de hoogte zijn. Ja, je noemt het zelf al. Lost WhatsApp niet gewoon al heel veel van dit soort problemen op? Deels. Wat wij zien is dat de organisatie, wij komen vaak binnen en dan is er eigenlijk een situatie ontstaan waarin er overal WhatsApp-groepjes ontstaan op de werkvloer binnen diverse vestigingen. De organisatie wil dat liever niet, want ze hebben geen controle meer, een stukje veiligheid. Maar ook heel belangrijk voor die medewerkers is ook heel snel een soort van vorm dat er geen overzicht meer is. Stel dat ik met een groep vakkenvullers, laten we zeggen in een gemiddelde supermarkt zijn dat er een stuk of 40, 50, in een WhatsApp groepje zit. Dan word ik helemaal gek van de honderden berichten die voorbij komen. Heb je bel eens? Nee, mijn voordeur gaat open. Sorry. Dat moet ook gebeuren. Sorry. Ja, kan gebeuren. Ja. Iemand moet het doen. Ja. Ja. Moet ik even kijken wie het is? Ja, wie er binnenkomt. Nou, nee, dat is nee, maar goed, je zegt inderdaad van de overzicht. Het is heel laagdrempelig, want mensen snappen hoe het werkt. En, ja. ze gebruiken het al. Ja. Maar als er binnen een organisatie meerdere groepen ontstaan, ben je het overzicht kwijt. Dat is voor de verdeling. En ik denk de focus van Speak App is met name een grote organisatie. Ik kan ook wel voor kleinere organisaties werken, maar waar het echt zeg maar tot de kracht komt, zijn organisaties met 50 medewerkers of meer. En dan zijn WhatsApp-groepjes zijn gewoon al gauw niet overzichtelijk genoeg. Ja. Wat we ook vaak zien is dat managers het ook irritant vinden, en medewerkers ook, dat privé en zakelijk door elkaar heen gaat. Ja. Een van onze motivaties dan ook bijvoorbeeld om te zeggen van nou, nu heb je de mogelijkheid om WhatsApp volledig privé in te zetten. Vrienden en familie, en laat dat ook zo. En Speak App, die dezelfde functionaliteit ook biedt, is dan het alternatief zeg maar, voor collega's onder elkaar. Het voordeel is ook dat je je telefoonnummer niet meer nodig hebt, want je staat er al in met je naam. Ja. Hey, als jij bij partijen langs gaat, jullie hebben echt hele goede klanten, grote namen. Ja, indrukwekkende lijst. Kan je nog even kijken? Markt herinner ik mij. De Bijenkorf, Laplace, Okura Hotel, Nicole, Dio, Pathé. Ja. Ja.
Als jij bij die bedrijven langsgaat of een van je collega's, wat is dan het argument dat hun over de streep trekt om jullie te gaan gebruiken? Dat je met één druk op de knop de juiste mensen kan bereiken op welk moment dan ook. Altijd. Van boven naar beneden. En dat is namelijk niet mogelijk. En ook daarmee, zeg maar, nu in huidige communicatiemiddelen, als een intranet bijvoorbeeld. Want dan ben je afhankelijk van management op zo'n vestiging, dat die het vervolgens doorvertaalt naar de medewerkers. De kracht van SpeakApp is dat je een verbinding hebt tot die laatste schakel. De medewerker op de werkvloer. Die verbind je en maakt de organisatie dus ook helemaal plat. En kan dus ook gelijk de interactie zoeken met die doelgroep. Ja, nog even. Wat is dan precies het verschil? Want je zei dat net ook al. Dus we vallen al in herhalingen. Dat je met één druk op de knop wie dan ook dan wel in groepsverband kunt bereiken. Maar wat is nou precies het verschil met elke werknemer van een bedrijf die gewoon een smartphone heeft en gewoon een mailtje binnenkrijgt? Dus groepsmail. Dan kun je met één druk op de knop kun je iedereen bereiken. En je zegt tegen iedereen, je geeft iedereen een telefoon van de zaak met de alerts aan van de mail. Ja. En ik krijg keurig een mailtje van mijn manager op mijn scherm. En dat kan ik zien. Exact. Dus wat is nou het verschil? Nou, het punt is dat de organisatie waar wij vooral voor werken, hè, je ziet ze, zeg maar, je noemde ze net op, dat die medewerkers hebben geen mobiel van de zaak. En ze hebben ook geen zakelijk e-mailadres. Dus er is eigenlijk helemaal geen mogelijkheid om die slag te slaan naar die laatste schakel. Je kan niet... Maar iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, althans 85% van de mensen. Ja. Je kunt mensen toch tegenwoordig heel eenvoudig bereiken. Daar heb je toch zo'n platform niet voor nodig. Nou, dat zou je denken, maar dat blijkt dus in de praktijk niet zo te zijn. Die mensen moet hebben... wel, anders had je niet zoveel klanten. Eén. Maar wat je ziet is dat je dus wel inderdaad afhankelijk bent van privé-toestellen bijvoorbeeld. SpeakApp. En wat jullie doen, je installeert die app, die is geconfigureerd voor dat bedrijf. Dus klopt. Ergens op de achtergrond draait de database van alle medewerkers en alleen zij hebben toegang. Exact. Daar maak je weer groepen in aan, zodat je op een eenvoudige manier met die mensen kunt communiceren. Dat en ik denk nog een stap verder dan groepen. Wat de kracht van SpeakApp ook is dat wij maken die informatie helemaal relevant. Wat bedoelen we daarmee is dat je in zo'n netwerk kan je naast groepen, kan je ook bijvoorbeeld locaties, hè, business units aanmaken. En daaronder weer afdelingen. Dus je kan ook de organisatiestructuur weer spiegelen in het platform. Zodat je het ook heel decentraal houdt. Dat wil zeggen dat die medewerker van bijvoorbeeld Kassa Eiburg, Albert Heijn, ziet eigenlijk alleen maar de updates van die kassaafdeling binnen Eiburg of iets voor heel Albert Heijn. Maar hij kan alleen maar op het laagste niveau iets plaatsen en niet erboven. Dus dat wil zeggen dat je ook die tijdlijnen hou je perfect overzichtelijk. Hou je schoon, het blijft relevant. Precies. Ja. Dat is ook de kracht van SpeakApp. Ja. Met ook een duidelijke implementatietechniek natuurlijk, om dat dan ook die organisatie in te brengen. Ja. Nou valt me wel op, jullie hebben mooie klanten, maar het zijn wel allemaal Nederlands. Ja. Ik denk om dit uiteindelijk rendabel te maken, dat je naar het buitenland moet, of niet? Absoluut. En we zijn die stap nu ook al deels aan het zetten. Want ik zag, jullie hebben behoorlijk wat financiering opgehaald. Dus ik neem aan dat jullie hebben flink moeten investeren om te komen waar je staat. Ja. Het is nog niet zover dat het geld binnenklotst, denk ik. Nou, we groeien heel hard. We zijn het eerste kwartaal zijn we meer dan verdubbeld alweer in omzetgroei. Okay. En dat pakt zich, zeg maar, ook door, is de trend dit jaar. En we zijn nu ook die stap internationaal aan het maken. En dat doen we deels zelf. Hè, dus bijvoorbeeld een organisatie die in meerdere landen actief is, wordt ook onze doelgroep. Maar we krijgen nu ook steeds meer dat die organisaties naar ons toekomen. Hè, bijvoorbeeld een Pathé, inderdaad, bioscoop, zorgt ervoor dat er ook bij een andere bioscoopketen vanuit bijvoorbeeld België of Frankrijk naar ons toekomt. Maar markt in de supermarkt, een duurzame supermarkt met lokale producten, zorgt er ook voor dat zo'n internationale speler ook bij ons komt. En dus die mond-op-mond reclame begint nu ook echt uiting te krijgen, zien wij. Ja. Ja. Hey, vraag van Roos van Vught, altijd bezig met communicatie, zowel intern bedrijf als extern. De eerste vraag is of je Facebook at Work al bekeken hebt. En ik neem aan dat de aanvullende vraag is en wat je ervan vindt. Ja, ik vind het een mooi concept. Ik denk dat het ook heel goed werkt voor heel veel MKB-bedrijven. Ik denk dat het is gewoon een krachtig platform. Het heeft natuurlijk ook veel gelijkenissen met SpeakApp. Maar als je een grotere organisatie bent waarbij je
een serieuze stap gaat maken en ook echt een flinke hoeveelheid medewerkers hebt, dat je dan niet meer uit de voeten komt met, naar mijn idee, een privé middel als Facebook. Ja. Haar volgende vraag is, het ging net eventjes over, neem ik aan dat we iedereen, dat je iedereen kon bereiken op die verschillende manieren. Zij zei van, dat is toch op iedere platform aanwezig, die communicatiemogelijkheden, mis de medewerker het zelf wil, maar misschien, als ik moet eigenlijk even teruggaan, want jouw antwoord was daarna waarschijnlijk al, dat je de hele organisatie, het hele bedrijf erin kan weerspiegelen. Juist. En dat je, dus kan zeggen van, deze persoon heeft alleen informatie over de lokale vestiging, plus over het hele land of de hele wereld. Ja. En als je meer wil, kan bepaalde je bepaalde regio's. Ja. Exact. Ja, het grote verschil met andere platformen, vaak is een sociaal platform ingericht als dat je hebt een netwerk, en binnen dat netwerk heb je groepen. En natuurlijk kan je die mensen dan toevoegen in groepen en op die manier relevant van informatie voorzien. Maar op het moment dat jij een grote retailer bent, laten we zeggen een Albert Heijn, met 700 winkels en per winkel hebben ze 10, 11 afdelingen, dan heb je al 7000 groepen nodig. Nou, dat werkt niet als je maar één niveau hebt. Ja. Dus op dat moment hebben wij dus ook in onze software aanpassing gebracht, en dat is eigenlijk vanaf het afgelopen half jaar, namelijk dat je een extra gelaagdheid kan toebrengen. Namelijk een business unit, en binnen zo'n business unit hangt weer een afdeling. En op die manier kan je bij eigenlijk al, zeg maar, als je die medewerkers aansluit, ervoor zorgen dat ze ook in de juiste hokjes terechtkomen. Ja, is er nou veel werk om het te configureren? Hoe werkt dat in zo'n bedrijf? Ja. Want het is meestal de communicatieafdeling die de interne communicatie verzorgt. Ja, maar dan heb je het deels over hoe plaats je de content natuurlijk op platform. Dat is ja, maar al die rechten, wie waar precies wel mag posten en waar niet, en wie in welke groep of afdeling of business unit zit. Ja, we hebben daarvoor, en daarom zijn we ook ons echt gaan focussen op die organisatie met heel veel locaties, geen bedrijfsmiddelen met laptops en pc's en e-mailadres, zodat onze draaiboek ook, zeg maar, echt op die niche hebben kunnen laten gelden en ook daar ervaringen kunnen opdoen. Dus dezelfde problematiek die bijvoorbeeld bij een Pathé geldt, geldt ook bij een Laplace. Die geldt ook weer bij een Bijenkorf. Ja, want het zijn dezelfde type organisaties. En wij hebben dus ook voor die rollen en rechten, daar hebben we ook allerlei templates voor. Ja. Dat klinkt allemaal heel erg ingewikkeld, dat valt heel erg mee. Het inrichten is namelijk niet zozeer de uitdaging, want ik denk dat je dat in een paar uurtjes voor elkaar hebt. Met name de uitdaging is om vervolgens die adoptie te krijgen in de organisatie. Ja, want vertel daar eens iets over. Want jij zegt van, hé, dat snap ik. Als je dan de leiding verkoopt, zeg je, dit is heel makkelijk. Want je kan met één druk op de knop, kan je hoe je ook maar wilt je mensen bereiken. Ja. Maar ik zou zeggen, het is pas een succes als je eigenlijk meer uit je personeel, met grotere betrokkenheid, grotere input, mensen komen dingen tegen op hun werk, ze ergens kwijt moeten. Heb je daar voorbeelden van dat het, zeg maar, een bedrijf veranderd heeft op de manier waar het personeel met de rest van die steeds platter wordende organisatie communiceert? Ja, zeer recent ook een voorbeeld. Dat is een club in België, een grote uitzender, ik zal de naam niet noemen. De organisatie is best wel groot. Hè. We hebben 600 man in dienst die dan vervolgens 100.000 mensen detacheren in het land. En na een week of twee weken dat wij gestart waren, was ongeveer 70-80% geactiveerd op platform. En die algemeen directeur, die eigenlijk een soort van voetstuk staat, die plaatste een heel intiem bericht op dat platform, waarbij die aangaf hoe trots die, zeg maar, was op zijn mensen. Waarop vervolgens ongeveer 70% van al die mensen die dus op platform geactiveerd waren, allemaal een like uitoefenden. En ongeveer 30% reageerde ook in de vorm van een reactie. Nou, als je dan transformeer je echt een organisatie aan de binnenkant. Dat kan je niet met e-mail oplossen. Dat kan je ook niet met WhatsApp oplossen. Dat kan je ook niet met een intranet wat bijvoorbeeld niet te mobiel te ontsluiten is oplossen. En op dat moment, daar hebben wij, zeg maar, iets te pakken, waarin we dus ook echt die verandering doorzetten. Ja, hey, en je hebt een aantal voorbeelden genoemd, maar, zeg maar, in het aantal modules wat jullie hebben, zitten daar ook, zeg maar, actieve soort crowdsource-achtige opties in? Ik noem maar wat, hè? De digitale variant van de ideeënbus, zeg maar. Of dat soort elementen gebruiken jullie ook? Of? Ja, wat wij, onze basis bij het begin af aan was eigenlijk al heel duidelijk. We hebben een communicatieplatform, maar dat communicatieplatform gaat echt leven in de organisatie als je ook bepaalde software die al gebruikt wordt, hè, procesmatig, daarin integreert.
En toen wij hiermee begonnen, hadden we ook het idee van je kan niet alles doen. Je kan ook niet alles ontwikkelen, je moet focus houden. Wij focussen ons heel erg op het communicatiestuk. Maar we hebben wel een developersomgeving, waardoor je heel makkelijk met andere software kan praten. Ja. Dus de integratie is heel erg belangrijk in deze. En daar gebruiken we ook de best practice standaarden voor. Ja. Hey, ik probeer vooral heel erg in mijn hoofd nu helder te krijgen in welke niche jullie nou precies zitten. En dat doe ik ook een beetje door te denken, wie zijn nou jullie concurrenten? Ja. Is dat Facebook Work? Waarom zou ik bij jullie gaan zitten en niet een goede gesloten een LinkedIn groep? Of een, ja. Weet je wel, waar zit die spanning? Wat merk je in organisaties je mee concurreert? Ja, je noemt Facebook en LinkedIn. Dat zijn geen concurrenten voor SpeakApp in de zin dat wij ze niet horen bij de klanten waar wij dus nu aan het uitrollen zijn. Dat kan te maken hebben met een aantal factoren. We hebben bij best wel veel organisaties hebben datzelfde ook namelijk ook weer teruggekregen. Bij dat soort platformen, namelijk één, niet iedereen heeft Facebook. En je kan niet tegen je medewerker zeggen van je moet Facebook nemen, zodat ik dan vervolgens vrienden met jou word en dan vervolgens kunnen wij met elkaar communiceren. Een stap te ver. Dan vervolgens, er zijn ook mensen die wel Facebook hebben, maar het is een privémiddel. En die hebben fundamenteel bezwaar om zich te verbinden met die organisatie. Ja. En punt drie, en dan heb je het weer over dat controle en overzicht en een stukje grip. Namelijk, ik heb ook echt verhalen gehoord waarbij er een medewerker per ongeluk 500 uitnodigingen van niet-organisatiemensen accepteerde. Nee, ja. En die zaten ook in die groep. Ja. He, want het is, zo'n groep is natuurlijk wel, het is wel vindbaar. Ja. En met SpeakApp is het niet vindbaar. Je hebt een afgesloten domein, je hebt je eigen omgeving. En wie zijn dan wel jullie concurrenten? Nou, wat we redelijk vaak horen is bijvoorbeeld Jammer. Jammer, ja. Een bekende partij. Maar wij horen ook vaak dat het vernieuwen van een intranet, dat is eigenlijk ook een concurrent. Je bedoelt dat mensen een nieuw intranet gaan neerzetten en dan gelijk dit soort functionaliteit erin bouwen? Ja. Custom-made voor hun bedrijf. Maar wat we zien is dat is natuurlijk wel een hele grote stap om dat te ontwikkelen. Dat zien wij ook. Daarom hebben we ook zoveel geld moeten ophalen. We hebben een flink team zitten, 15 man, waarvan 80% technisch. Zwaar kaliber seniors die alleen maar aan dit product ontwikkelen. En dat eigenlijk al 3 jaar lang. Ja. En het blijft maar doorgaan. Ja. En de kracht natuurlijk van SpeakApp is dat het doorontwikkelt. In plaats van een intranet wat je nu ontwikkelt, 3 jaar stilstaat en dan kan je weer beginnen. Ja. En dit is echt zo'n Netflix-model. Ja. Waarbij je gewoon betaalt voor het gebruik. Ik zag dat jullie 1,7 miljoen ongeveer... het is inmiddels wat meer, inderdaad. Het is inmiddels wat meer? Ja. Oké, en dat is gewoon in die orde van grootte moet je ook echt denken om zo'n platform als jullie te ontwikkelen. Ja, als je dat native apps, schaalbaar, we hebben tienduizenden mensen die dagelijks gebruik maken van SpeakApp. Maar ook nadenken als zo'n organisatie, stel dat die 5000 man in dienst heeft, met 1 druk op de knop een nieuwsmededeling uitplaatst. Ja, dat 5000 druk op de klok, dat 1 druk op de klok, dat weten we nou wel. Ja. Een andere vraag dan, even van jou als hoe regel je het managen van al die communicatie met een hoog verloop bij een bedrijf met 5000 medewerkers, veel freelancers, studenten, tijdelijke krachten, stagiaires, vakantiekrachten, het aanmelden, het afmelden, et cetera, et cetera. Wie zit in welke groep? Ja, nou de kracht daarvan ook is dat je dat op 1 punt natuurlijk oplost. Wat wij vaak doen met SpeakApp is dat we het koppelen aan een Active Directory of een HR-systeem. Dat wil zeggen dat het aan- en afmelden van het personeel volledig geautomatiseerd is. Dus op het moment dat er in een HR-systeem een nieuw record aangemaakt wordt, want die medewerker moet een record hebben, want hij krijgt ook een loonstrook, of moet in elk geval in een systeem voorkomen, dat wij daar aan die kern dus ook daarop pluggen en dus ook die medewerker eigenlijk vanuit die bron ook toegang geven tot SpeakApp en ook gelijk in de juiste afdeling, in de juiste locatie met de juiste rechten. Ja, dus dat zit helemaal bij een personeelsafdeling die mensen toch moeten invoeren. Ja, en dus wel een stukje technische ontwikkeling dan op dat moment voor die organisatie. Ja. Hey, hoe moeilijk is het? Je zei, alles gaat over acceptatie, maar mensen zijn al overvoerd met nieuwe diensten. Dan moet je weer ergens een... Hier kan je zeggen, de baas stelt het je verplicht. Hè? Dat is misschien het verschil. Maar hoe moeilijk is het om mensen te laten accepteren dat ze weer een nieuwe app moeten hebben? Ja, dat is een goede vraag. Het is namelijk niet zo simpel als dat ik zeg van nou, we nodigen 1000 e-mailadressen uit en het gaat gewoon vanzelf. Ja.
Die illusie die hebben wij zeker niet. Daarmee garanderen wij dus ook een bepaalde implementatie. Waarbij met name die managers, laten we zeggen, we blijven wel weer even bij die retail en die hospitality en de transporthoek waar wij ook zitten, is dat die managers op die locaties, die hebben een hele belangrijke rol. Want die 5 of 10 mensen, die moeten het voorbeeld geven. Zij moeten eigenlijk de WhatsApp-groep verlaten. Zij moeten ervoor zorgen dat hun profiel goed is ingevuld en dat ze de app gebruiken en ook daar de communicatie op laten verzamelen. Dus jullie doen ook training en begeleiding op dat gebied? Ja, soms doen we dat zelf. Maar we hebben daar bijvoorbeeld ook implementatiepartners voor die dat voor ons verzorgen, voor de klant, zeg maar. Oké, Bert de Boer op Twitter, die zegt 3 jaar ontwikkelen met 15 man. Zo, levert het al wat op? Je zei net 2,5 miljoen euro is erin gegaan. Draaien jullie nu al operationeel winstgevend? Nog niet winstgevend, maar we gaan dit jaar er wel heel hard overheen. Want wij groeien nu, eigenlijk zijn we sinds een half jaar flink aan het verkopen. Een hele lange fase gehad van ontwikkeling inderdaad. Omdat die barrière best wel hoog is als je echt een Facebook of een WhatsApp beleving wil bieden. Daar zit ook gewoon echt veel ontwikkeltijd in. We zijn eigenlijk pas sinds eind vorig jaar dat MVP status zijn we voorbij. En kunnen we het echt zeg maar in de markt verkopen. Minimal viable product. Exact. Ja. Af en toe proberen we, vergeten het ook wel eens, maar af en toe soms proberen we ook wat de vertaling te verzorgen. En dat betekent een kleinste product waarmee je kan testen of wat je aan het doen is. Of er een publiek voor is en wat er ook voor wil betalen in dit geval. Hey, Jan-Willem Eshuis zegt, goede vraag. En die refereert dan aan Egert. Die zegt, hoe zit het met de veiligheid? Want gevoelige info wil je niet op straat. Ja, dat klopt. Dat is ook een van de USP's van ons product. Wij hosten alle data in Nederland. In tegenstelling tot veel concurrenten die dat bijvoorbeeld overzees doen. Want wij hosten bij Everswitch, dat is een partij in Haarlem. Ja, de reden is dat je nooit wil dat Amerikaanse justitie toegang kan vragen tot jullie platform bijvoorbeeld. Ja, dat. Maar ook dat het gewoon dichtbij is. En als je zelfs op verzoek van de klant zou kunnen zeggen van, nou, hier staat je data. Kan het gewoon aanwijzen, zeg maar. Ja. Het is natuurlijk ook niet in de cloud. Dat is een mooi marketingbegrip natuurlijk. We hebben echt gewoon een eigen Het is niet alleen marketing hoor, dat bestaat gewoon. Ja, absoluut. Ja. Terwijl marketing is over het algemeen een verhaal. De definitie van jou van marketing is dat wat niet bestaat. Nou, het is een verhaal. Terwijl de cloud is meer dan een verhaal. Oké. Okay. Ja. Nee, maar dat doen jullie dus niet. Leg eens uit waarom niet. Wat doen wij niet? Nou, je zegt, je stopt het niet in de cloud, maar gewoon fysiek bij een provider hier in Nederland. Nou, we zien dat veel klanten daar toch wel echt behoefte aan hebben. Dat dat niet de data ergens zweeft. We zijn ook in gesprek met bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven. En die zeggen, die willen het misschien zelfs on-premise hebben. Gewoon echt binnen de eigen omgevingen. Nou, daar, En voor dat soort partijen is Amazon of zo echt onbespreekbaar? Ja, absoluut. Is dat, dat krijg je echt vaak. En misschien dat het wel minder wordt hoor, zeker. Maar er zijn zeker nog wel organisaties die echt zeggen van, nou, acuut. De eerste voorwaarde is dat het sowieso in Europa staat. En als het niet, eigenlijk willen we het nog liever on-premise hebben. Ja, dus. Ja, ongelooflijk. Ja, hey, nog even dus ik stap helemaal het stuk. Je lost een deel van de communicatieproblemen. Je maakt de communicatie beter, makkelijker, efficiënter, et cetera. Ja. Ik zoek nog even naar het stukje wat ik eerder al een keertje aangaf. Van, hoe kan je nou zorgen, dat is wat mijn persoonlijke fascinatie is. Hoe kun je als bedrijf meer uit je personeel halen? Of het nu is, meer van hun deskundigheid gebruik maken. Of het verlagen van drempels zodat ze eerder met ideeën et cetera komen. Hoe kan nu of in de toekomst jullie software daar een handje bij gaan helpen? Nou, we zien dat nu eigenlijk ook al gebeuren binnen de organisatie waar we nu eigenlijk al werkzaam zijn. Is dat medewerkers die zijn bereid om in hun privé tijd, want ze mogen eigenlijk ook geen mobiele telefoon op de werkvloer hebben. Bepaalde nieuwsvoorziening of in elk geval gegevens die binnen het bedrijf belangrijk zijn, tot zich te nemen. En dat doen ze bijvoorbeeld onderweg, in de tram of waar dan ook. En wij zien dus ook zeg maar pieken van gebruik, 's ochtends om 7 uur en 's avonds om 11 uur. Dus wat leert ons dat, is dat die medewerkers bereid zijn om in hun privé tijd dat te doen, maar ook beter geïnformeerd aankomen op hun werk.
En op die manier sla je wel een slag in kwaliteitstuk. Ja. Hey, je vertelt eigenlijk wel iets interessants. Ik heb dat niet zo gerealiseerd. Maar je zei van ze mogen niet die mobiel hebben. Ik neem aan dat je het dan hebt bijvoorbeeld over waar je zelf vandaan komt. Zeg maar. Jouw team in de supermarkt. Wil jij niet van dat ze de hele tijd aan. Dat was misschien voor de WhatsApp. Maar dat ze andere dingen aan doen waren dan de vakken vullen, bij wijze van spreken. Ja. Dus je ontwikkelt een dienst. Die eigenlijk ideaal is voor mensen met een mobiele telefoon. Ja. Maar de tijd dat die mensen aan het werk zijn, hebben ze eigenlijk geen beschikking over de communicatie. Klopt, ja. En dan is het ook niet zo heel erg. Dan is het wel belangrijk dat je men informeert. Maar dan kan je ook bijvoorbeeld in een teammeeting doen of even naar die persoon toe lopen. Maar het is juist de kracht dat je die medewerker, als hij niet op de locatie is, bereikt. He, of dat hij bijvoorbeeld, en dat kan in een supermarkt zijn dat ze bijvoorbeeld op school zitten, maar dat kan ook in een grote uitzendorganisatie zijn dat ze onderweg zijn, of een transportbedrijf. Ja. He, dus dan heb je die mobiele ontsluiting is dan gewoon heel erg belangrijk. En op het moment dat je dat zo makkelijk mogelijk maakt, zoals een Facebook, dan vinden mensen het ook echt leuk om te gebruiken. De eerste reacties die wij ook bijvoorbeeld zien als een organisatie uitgerold is, van dat de medewerkers er echt over praten van, oh, we hebben ons eigen Facebook in ons eigen huisstijl, helemaal in onze eigen look en feel. Dat is echt ons product. Ik kan nu direct, ben ik in contact met iedereen in de organisatie en kan mij laten horen. En je zegt dat het dit jaar ontzettend hard gaat. Moet ook wel, denk ik, van jullie investeerders. Waar staan jullie eind dit jaar? Eind dit jaar staan we in op wat voor termen? Nou, zeg het maar. Ben je dan winstgevend? Hoeveel gebruikers heb je? Ja, dan zijn we in ieder geval winstgevend, inderdaad. We groeien door naar 100.000 gebruikers eind dit jaar. Oké. Okay. En waar, hoeveel heb je er nu dan? Wij zitten nu op de helft. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is allemaal goed. Ja. Ja. Maar en heel zelfverzekerd. Ja, Gaat gewoon lukken. Absoluut lukken. Ja, zeker weten. Nou, hartstikke, vind ik echt top. Dan gaat het echt. Het gaat nu echt heel hard. Ja, komt dat? Dat het opeens zo hard gaat? Nou ja, wij zijn eind 2013 hadden we de MVP, de Minimal Viable Product. En toen hebben wij denk ik ook nog wel een half jaar, drie kwart jaar nodig gehad om functionaliteit te ontwikkelen, zodat je die status voorbij gaat. En dat wil zeggen dat die organisaties die met ons product gaan werken ook geen voorlopers meer hoeven te zijn. En dat je ook alle functionaliteit die je eigenlijk nodig hebt ook terugvindt in ons platform. En dat is eigenlijk pas sinds eind 2014. Oké, okay, dus pas een half jaar aan het verkopen. Ja. En we groeien nu echt heel erg hard. Ja. En het gaat nu ook al over de grens. En ik denk dat dat de komende maanden alleen nog maar in een versnelling gaat komen. Ja. Hey, vraag je nog over als je voor bedrijven werkt en data is een belangrijk onderwerp. Hè? Doen jullie daar nog? Wat doen jullie daarmee? En hoe kan dat bedrijven helpen? Hè, de analyse van de data, van de informatie. Of kan je er op een grotere schaal nog wat mee? Nou, data is per definitie eigendom van de klant. Dat is een uitgangspunt waar wij heel erg in geloven. Als we het hebben over een stukje veiligheid, dat heeft bij ons topprioriteit. Als je echt een business-to-business product ontwikkelt, dan moet dat ook echt topprioriteit hebben. En daar hebben we ook de juiste mensen ook voor in dienst. Er ligt alleen maar zware seniors die onze techniek ontwikkelen, zeg maar. Hey, ja. Je zei van ooit is het begonnen, omdat ik zelf, omdat ik zelf en mijn collega teamleider was bij een supermarkt. Ja. Daar leid ik uit af dat je zelf op dat moment in ieder geval jijzelf niet technisch onderlegd was en wellicht ook niet bent. Nee. Wat is dat belangrijkste dat jij van teamleider tot bedrijfsleider zeg maar geleerd hebt? Het allerbelangrijkste, het is een cliché, want iedereen zegt dat, het gaat om de mensen. Als je goede mensen om je heen verzamelt, die dus in het bedrijf werken aan de techniek, dat is gewoon voorwaarde voor succes. We hebben ook wel eens gepilot of gepionierd met junior developers of medium developers en fantastisch goed in een groot bedrijf. Maar als je aan de vooravond staat en je staat in een soort van start-up scene, dan werkt dat gewoon niet. Als je echt gewoon de hoogste prioriteit op veiligheid moet bieden, maar ook op schaalbaarheid. Die 100.000 man, hoe bouw je die techniek? Hè? Als je zo'n platform als Speakab bouwt voor 1.000 mensen, dat is al lastig, ik kan het niet. Doe je dat voor 100.000 man, dan komen er weer hele andere dingen kijken. En ga je naar 1 miljoen of naar 10 miljoen, dan zijn er ook weer allemaal andere facetten.
En dat wil zeggen, ja, die technische mensen, de mensen die je om je heen verzamelt, zijn gewoon echt essentieel. En dat is ook iets wat ik heb geleerd, waar ik in het begin misschien wel te makkelijk over dacht. En daar hebben wij tijdig actie op ondernomen. Ja. Nou, we gaan je volgen. En als je eind dit jaar je doelstellingen niet gehaald hebt, dan... Weet dan heb ik wat uitgelegd. Maar als je ze wel haalt, mag je ook. Ja, vinden we het ook leuk als je het komt. Vinden we het namelijk ook heel leuk als je het komt. Ja. Cool. Hey, super, hartstikke bedankt, man. Ja, jullie bedankt voor het kijken. Ja, we zijn er iedere dinsdag. In ieder geval nog tot en met 23 juni. Dan sluiten we hier in De Waag ons seizoen af. Met een feestje. Met een feestje. Net zoals vorig jaar. Toen deden we het in De Smet. Dus het publiek is dan welkom. Daar hoor je binnenkort meer over. Ja, maar noteer hem vast. Noteer hem vast. En je maakt wel meer kans als je FMT-member bent. Dus als je gewoon... Ja, die we krijgen eerst. Die krijgen voorrang om hier te zijn. Dus als je dat nog niet bent en al die tijd al gedacht heeft van... Ja, shit, ik wil het eigenlijk wel worden, maar ik vergeet het weer, want er komt iets tussen. Ga nu naar de website, daar ben je eigenlijk al. Klik boven eventjes naar members en je vindt daar de link om media over innovatie mogelijk te maken. Tientje per maand. Er zitten nog heel veel waardevolle dingen extra bij, maar alleen daar al bij. Hè? Dat je de eerste rechten hebt om 23 juni hier te zijn, dat lijkt mij persoonlijk voldoende. Dus ik hou mijn mail in de gaten, want ik krijg onmiddellijk al die afschrijvingen binnen. Oh, dat beginnen al te komen. Ja, dat hoopt al. Nou ja, grijp je kans. We danken Streamzilla, die ervoor zorgt dat je live kon meekijken. Streamzilla uit Groningen, voor als je een webcast te verzorgen hebt. En kijk onze archieven terug. En wees er volgende week weer bij. Dankjewel. Dag.